Ik moet 's morgens ook gewoon zelf mijn boterhammen smeren. Ik weet niet van jou. Jouw moeder smeert nog steeds jouw boterhammen. Ah! Oh my god. Oh my god. Yo, wat leuk dat je weer kijkt. Ik heet Sherrianne. We zijn vandaag in Enschede. En dit is het enige wat ik om me heen zie. En vandaag mag ik Jade gaan verrassen. Jade is namelijk een diehard fan van Pleun. Eén van de winnaressen van The Voice of Holland. Ik heb deze rode sjaal mee, niet voor niks. Want ik moet hem zo dadelijk namelijk achter gaan laten bij Jade thuis. Zodat we zo dadelijk gewoon weer terug kunnen gaan om haar te verrassen. En die verrassing, dat is... Oh, er komt iemand aan. Goedemiddag, Jade. Goedemiddag. Alles goed? Ja. Weet je wie ik ben? Nee, ze weet gewoon niet wie ik ben. En bedankt. Ik ben Sherrianne van Coke TV. Mag ik misschien even binnenkomen? Ik heb namelijk een verrassing voor jou. En de kat vindt het ook heel spannend. Wat ik voor jou heb geregeld is een meet and greet met Pleun. Oh, dat is leuk. Nee, dit is van... Ja. Ik heb ook jouw beste vriendin gesproken. Je mag ook mee. Maar voordat we gaan, ga even wat make-up pakken. Pak wat leuke kleding. En dan ga ik gewoon naar mama hier vragen. Voor wat koffie. En dan pak jij even snel je spullen en dan gaan we er gauw vandoor. Ja. Ready? Yes. Nou, schattenbal, heb je je spullen gepakt al? Ja. Helemaal ready? Ja. Ik moet nog alleen even snel een belletje plegen. Dan ben ik zo bij je terug. Hé, ik moet natuurlijk die sjaal verstoppen. Ik zet hem gewoon even hier neer. Ik zag er net natuurlijk uit als een roodkapje. Dus ik heb geen idee of ze me ineens gaat missen. Zo, weet je wel welke schoenen je aandoet? Kijken. Of heb je geen rode schoenen? Ik heb... Maar je ziet er wel blitzy al uit hoor, mop. Ready to go? Ja. Hoe is je beste vriendin een beetje? Ze is heel rustig. Ze is echt heel lief. Dus ze lijkt haar persoonlijkheid op mij. Dus je moeder had je even in de maling genomen. Want wat had ze tegen school gezegd? Dat ik naar de dokter moest om 4:30. Zeiden ze tegen me van kansen om 4:30. Dus ik dacht, waarom moet je toch mijn mentor vragen? Terwijl ik ook gewoon weet hoe laat ik vrij. Ja, ja. En Shania deed dus ook een beetje vaag. En die zei al van, jij bent naar Hilde toe. Ik moet even die terugbellen. En toen dacht ik, waarom moet jij niet zoveel bellen? Terwijl ze gewoon in het complot zitten. Nou, wel een leuk complot. Ja, zeker. Oké dan, aangekomen bij Shania. We gaan richting Shania, gaan we ons even een beetje opmaken, mooi maken, leuke kleding aan. Dan mogen jullie met de tweetjes Pleun de kleren van de lijf afvragen. Zijn we dan bij Shania thuis? Heb jij ook wat met Pleun of is het alleen je BFF die Pleun super leuk vindt? Zij heeft eigenlijk heel veel liedjes, dus door haar ben ik ook naar gaan luisteren. Maar voordat we gaan even onszelf een beetje mooi maken. Shania. Nou, ik kreeg een huisarrest vroeger van mijn moeder als mijn kamer een bende was. Ik moest 's morgens ook gewoon zelf mijn boterhammen smeren. Ik weet niet bij jou. Jouw moeder smeert nog steeds jouw boterhammen. Mijn vader, maar ik mag het niet zelf doen omdat hij dat heel leuk vindt ofzo. Oh, pap, doe ook even weer die van mij. Oké, pak even je kleding. Wat heb je allemaal meegenomen? Mijn leren rokje, zwarte schoenen, streepje shirt, nice. Een rokje. Maar ik heb natuurlijk ook een vette outfit aan. Misschien mijn jasje zit verkeerd om. We zijn omgekleed. Marloes, mijn eigen visagiste, die heeft mij opgemaakt omdat ik het eigenlijk helemaal niet zo goed kan. Zou je niet een beetje mascara zetten? Wat zegt Marloes altijd? Volgens mij moet je naar boven kijken. Oh, of moet je naar beneden kijken? Zou ik een eyeliner doen? Hou je ogen nog heel even dicht. Doe zo even een wattenstaafje. En dan heb ik het gewoon gefixt. Het resultaat mag er wezen. Bam! Een vette eyeliner. En bij dit leuke meisje, mascara! Nice. Ready to go. Oké, nou ga jij even lekker plassen. Ja. Ga ik nog even een belletje plegen. Oké, want ik moet natuurlijk nog even Pleun bellen. En ik moet nog ook even naar de techniek bellen om te kijken hoe het ervoor staat. Ik begin eerst even bij de techniek. Hey, hoe is het? Loopt het allemaal? Oh, nice. Licht ook? Oké, goed om te horen. Oké, dan ga ik er zelf ook nog even bellen. Tralala, tralala. Hey, hoe is het, moppie? Oh, nice. Ja, gaat super, man. Ze weet nog helemaal van niks. Helemaal niks. We gaan er gewoon een feestje van maken, maar ik denk ik ga nog even checken of jij alles weet. Ze is op de hoogte. Ik ben onderweg. Mark is er ook. Voilà, c'est moi. Maar het regent en we staan in de file. En mijn tom zegt dat we er echt later zijn. Dus ik hoop zo dat het goed gaat. Wij gaan naar dorp in. Gaan we even lekker wat eten, drinken. Go into the limo. Leuk. Kom even kijken. Hier staan dus de Pluimstraat. Hoe heet jouw idool? Pleun. Pleun, Pluim. Nou, is toch grappig? Tenminste, dat vond ik grappig. Ik heb even een dubbele jas aan gedaan, want het is ijskoud. Ze heeft nog helemaal niet door. Want ik zeg net dat ik het ijskoud heb, vraagt ze mij. Heb je het zo koud? Ja, want ik heb mijn sjaal bij jou thuis verstopt. Oh, wat heb ik het koud. Had ik maar een sjaal.
Ja. Dat kwam niet in jou op. Ja, wie je was. Kijk eens wat voor mooi shirt deze mevrouw aan heeft. Is het een match of is het een match? Twee meiden die diehard fan van jou zijn. Dit is Milan. Hi. Ik bedenk me dus ineens net wat. Ik ben mijn sjaal bij jou vergeten thuis. Ik had een rode sjaal bij me. We gaan gewoon even naar je huis toe en dan halen we even die sjaal op en dan gaan we. Anders komen we namelijk te laat. Ik ben even aan het bellen naar Pleun. Pleun op mij. Is het allemaal gelukt daar? Ja. Oké, toppie. Wij komen eraan. Wij zijn er ongeveer over 10 minuutjes. Ik zie je zo, ja? Doei. Mam, ik ben mijn sjaal vergeten. Heeft ze sowieso niet toevallig hier al ergens neergelegd? Nee, ik zie echt te veel jassen. Vind je me nou minder leuk omdat ik mijn sjaal ben vergeten? Nee, maar. Wat is dit? Nou, ik denk dat er gewoon lekker muziek hierop staat. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ik ga namelijk de rest halen, want die hebben zich natuurlijk gewoon verstopt. Kijk eens. Gaan jullie mee kunnen vanuit hier daarheen? Oké, ik heb namelijk haar geblinddoekt. Oh my god! Mag je een applaus voor Pleun? Ik kan het niet hebben, hè? Nee. Heb ik dit gewoon in de maling genomen? Jij bent je rode sjaal. Ik ben mijn rode sjaal. Nou jongens en meisjes, Pleun gaat nog niet naar huis. Jullie gaan natuurlijk nog niet naar huis. Pak een drankje erbij. Pleun gaat gewoon nog een paar songs voor ons spelen. Take it away. Nou ja, het lijkt mij heel leuk om die nieuwe te horen. Ik ga die serieus donderdag pas opnemen in de studio. Maar we hebben een refreintje. Een refreintje vinden wij ook heel leuk. 2, 3, 4! Weer een wens in vervulling gebracht. Pleun, en wat klonk je net fantastisch. Vond je dit nou ook zo leuk? En heb jij nou ook een mega grote droom of een heel klein wensje? Laat even in een comment hieronder achter wat je ervan vindt. Like, abonneer, reageer. Pleun heeft het allemaal gezegd. En dan zie ik je heel gauw de volgende keer. Ciao, tot de volgende keer. Bye!